Jablonec dat zich plaatste voor deze play-offs via Kopenhagen. Dat is toch een aardige ploeg. Ja, hiervoor toch regelmatig deelnemer in de Champions League. Listig, verlengt die bal en de eerste doelpoging is dus van Jablonec. Milik, Klaassen op snelheid. Klaassen naar binnen toe. Klaassen met de voorzet die goed is richting Milik. Eerste echte dreiging dit van Ajax. Het is ultra defensief tegen Sander FK Jablonec. El Ghazi, dit is Hens. Dit is Hens, scheidsrechter. Die staat er 2 meter vandaan. Hij legt de bal niet op de stip. Ja, die verdediger zit op zijn gat. Met de handen toch vrij ruim naast het lichaam. Hij staat er vlakbij. Te zwaar wellicht om hem op de stip te leggen. Omdat die arm niet overdreven ver is uitgestoken. Door Novak. Maar goed, dat hoort toch ook wel een beetje bij het Europese voetbal. Om dan toch even die scheidsrechter onder druk te zetten door te protesteren. Aan de andere kant. Ah, schittert heel weinig, zeg. Deze poging uit de tweede lijn van Gregus. El Ghazi. Milik, Klaassen, Bazour zou het kunnen proberen. Bazour geplaatst. Dat was helemaal geen gek schot van Bazour, maar tegen Vit Benes aan. Grote linkercentrale verdediger van Jablonec. Aan de andere kant zijn de Tsjechen weg en Sillissen staat er goed in positie. Maar een klein kansje toch voor Mingazov. Daar gaat Mingazov, geen sprake van buitenspel. Lekker verdedigen is dit natuurlijk niet. Hij loopt zo weg, Riedewald. Ja, dat is eigenlijk wel de beste outfit voor de temperaturen vanavond in Amsterdam. Sillissen wacht af, weet ongetwijfeld van de notities van Bruin Slot dat hij Novak in zijn linker echt een goede trap heeft. Het wordt dus ook Novak, maar een meter of anderhalf over de goal van Sillissen, gevaar geweken. Kenny Tete. Riedewald naar Bazour. Wie schroeft het tempo omhoog? Bazour met de dieptepaas, maar die is onzorgvuldig. Zo hier en daar hangen de schouders alweer. Het is zaak om tegen die verdedigende ploeg toch niet moedeloos te worden. Linksom of rechtsom, bovenlangs of onderdoor. We moeten de Europa League poolfase halen, zei de boeren na aanloop naar deze wedstrijd. En dit is een aardige aanvalsopzet waarbij Klaassen nu over het been gaat. En dan zijn penalty. Daar heeft Ajax de doorbraak, de kans om een doorbraak in ieder geval te pakken. Eindelijk is daar het tempo dat je verlangt in een aanval. De snelle combinatie, de kaas van Milik. Klaassen over het been. Ja, het contact is onvermijdelijk, al probeert hij nog in te houden. De botsing is daar en de bal gaat op de stip. Milik moet het doen en doet het ook. Schiet hem keurig binnen. En Ajax op voorsprong. Ajax ploetert, Ajax worstelt. Maar heeft, zoals gezegd, de doorbraak nu wel te pakken. De oude en de nieuwe specialist bij de bal. Ja, het publiek weet het wel. Die kiezen voor Schöne. Schöne met de vrije trap. En dat heet optisch bedrog. Want een deel van het stadion denkt dat die bal in de kruising ploft. Maar hij landt op het dak van de goal. Aan de andere kant blijft het opletten. Šurnik in duel met Tete. Voorzet van Šurnik. En daar valt hij ineens voor die ingevallen spits. Dolezal raakt hem gelukkig voor Ajax. Helemaal verkeerd. Dijks. Voorzet van Dijks. Klaassen komt dan nog in het 16 meter gebied een keer. Maar krijgt hem niet lekker op zijn hoofd. Goeie voorzet van Mitchell Dijks. Ajax wint. Ajax krijgt geen doelpunt tegen. Maar feitelijk is daar alles wel zo'n beetje mee gezegd. Het was slordig bij Vlagen. Het ging in een niet al te hoog tempo. En dan is het lastig voetballen. 1-0 de eindstand vanavond in Amsterdam.